draaien. Draaien doe je met je kont. Je verliest alleen maar stemmen en het loopt volledig uit de hand. Paaien, 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 paaien. Paaien voor een stem. En komt men aan de macht, worden beloften weer ontkracht. Draaien, 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 draaien. Draaien doe je met je kont. Je verliest alleen maar stemmen en het loopt volledig uit de hand. Paaien, 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 paaien. Paaien voor een stem. En komt men aan de macht, worden beloften weer ontkracht. De kilometerheffing zou worden ingevoerd in deze kabinetsperiode. En dat we hebben nooit gezegd dat in deze periode het systeem zou worden ingevoerd. Dat is nooit het doel geweest. Het meest trots ben ik er eigenlijk op dat, ondanks het feit dat het in de wereld om ons heen op dit moment ongelooflijk onrustig is, met allemaal banken die opvallen in Amerika, met hele dure olie en alles, dat we eigenlijk toch gewoon op een heel rustige manier door kunnen gaan met alle plannen die we hadden. Graaien, 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 graaien. Graaien uit de pot. Je wordt wellicht een rijk man en het volk dat gaat kapot. Haaien, 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 haaien. Als haaien komen ze op je af. En heb je ze eens nodig, trekken ze hun handen van je af. Graaien, 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 graaien. Graaien uit de pot. Je wordt wellicht een rijk man en het volk dat gaat kapot. Haaien, 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 haaien. Als haaien komen ze op je af. En heb je ze eens nodig, trekken ze handen van je af. Ferdy en Fanny worden genationaliseerd. Ik kan zeggen dat Fortis gewoon genationaliseerd wordt. De Nederlandse economie komt volgend jaar in een recessie. Tienduizenden banen staan op het spel. AIG keerde zondag $165 miljoen uit aan hoge managers. En dat terwijl de verzekeraar 170 miljard aan staatssteun heeft ontvangen. Bradford & Bingley, een hypotheekbank in Amerika, een hypotheekbank in Duitsland. Fortis, in IJsland een bank, gered door de overheid. Dat zijn allemaal verhalen van vandaag, hè, de afgelopen 24 uur. Citigroup bijvoorbeeld kreeg $45 miljard aan staatssteun en keerde voor $5 miljard aan bonussen uit. Ook Bank of America ontving $45 miljard en betaalde meer dan $3 miljard aan bonussen. Volgens het onderzoek is er ook geen duidelijk verband te ontdekken tussen prestaties van bankiers en hun beloningen. Bonussen voor bankiers, terecht of niet? Nou, het lijkt me duidelijk. Hè. Dit soort bedragen zijn natuurlijk absurd. Een jaar nadat de banken de wereld zo'n beetje aan de afgrond hebben gebracht.